Het is vandaag de Europese dag van het Nationaal Park. En door alle coronamaatregelen wordt deze dag grotendeels online gevierd. Nederland heeft 21 nationale parken, waarbij Nationaal Park Nieuwland de jongste is. Nou, en heel toevallig ligt die bij ons in Flevoland. We gaan erover praten met Hendrik Oosterveld van het samenwerkingsverband Nationale Parken. Goedemiddag, waarom is het nou, waarom nou zo'n dag voor de nationale parken? Ja, goedemiddag. De Nationale Parkendag is eigenlijk al ontstaan in het eind van de vorige eeuw. En dat is gedaan op initiatief van de Federatie Europarken in Europa. En eigenlijk is de achtergrond dat men zegt, we willen de natuur bekender maken bij de mensen. De waarde van de natuur onder de aandacht brengen van de mensen. En daardoor ook meer het gevoel geven dat die natuur, niet alleen het gevoel, maar dat laten zien dat de natuur ongelooflijk belangrijk is. Want onze minister Schouten zegt niet voor niks, de natuur is de basis voor ons bestaan. Ja, waarom is de natuur zo belangrijk volgens u? Nou ja, kijk, de natuur is de bron van de biodiversiteit. Alles wat er in de wereld gebeurt, wat er vroeger gebeurde en nu gebeurt, ja, dat is toch gebaseerd op natuurlijke systemen. En ook het verkeren in de natuur, dus er zijn, dat is ook heel goed voor de gezondheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat als je meer buiten bent in de natuur, of in het groen, maar vooral in de natuur, dan is dat ook gewoon goed voor je gezondheid. Je voelt je daardoor beter. En dat is denk ik goed voor de mensen om daar ook te recreëren en te ontspannen. We hebben dan bij ons in Flevoland, hè, Nationaal Park Nieuwland. Kan u eens uitleggen wat er nou zo bijzonder bijvoorbeeld is aan dat nationale park? Nou ja, Nationaal Park is dus één, want dat zei u al in het begin, van de Nederlandse nationale parken. En ieder park, dat vertelt eigenlijk een bijzondere waarde. En samen vertellen ze het verhaal van de hele Nederlandse natuur. En dan Nieuwland, dat is eigenlijk, ja, een jaar of 40, 50 geleden was heel Flevoland er nog niet. En Nieuwland bestaat uit drie onderdelen. Oostvadersplassen, Lepelaarsplassen en de Marker Wadden. En dat is eigenlijk een natuur die in een jaar of 30, 40 is ontstaan op nieuw gewonnen gebied. En in de Marker Wadden, dat is nog van vrij recent. En daar is eigenlijk in een aantal jaren tijd is er al heel veel resultaat van te zien van wat daar gebeurt. En dat zijn hele nieuwe natuurwaarden die je daar kunt laten zien. Wat zegt het dan bijvoorbeeld over de biodiversiteit ook? Wat dan bijvoorbeeld in dit park is ten opzichte van andere parken? Nou, de specifieke biodiversiteit moet u daar laten zien. Maar het gaat natuurlijk wel om watergebonden en watergebonden biodiversiteit. Zoals die daar in het opgespoten land, zo zou je het kunnen zeggen, in de Marker Wadden gebeurt. Dat is weer een heel andere natuur dan in de Drentse Aa. Daar heb je hele specifieke natuur die gebonden is aan de beekdalen. En zo heb je in de Hoge Veluwe weer andere natuur die gebonden is, die gebonden is met meer de ontwikkeling van de Veluwe. Dus ieder gebied heeft, gelet op zijn ontstaansgeschiedenis, ook een bijzondere natuurwaarde. Ja, bijzonder is het dus, zegt u. Hè? Het is vandaag daarom ook voor de 21ste keer de dag van het Nationale Park. Maar ja, door corona is het iets anders dan normaal gesproken, kan ik me voorstellen. Ja hoor, wij hebben een tijdje geleden in Europees verband gezegd, ja, dit kan niet. Gelet op alle maatregelen die gewoon noodzakelijk zijn om te doen. En toen is het idee ontstaan om het digitaal te doen. En daar hebben wij in Nederland ons uiteraard ook bij aangesloten. En die digitale heeft twee zaken. Dat is één, een digitale excursie, een digitale tour door de verschillende parken in Nederland. Dat is gemaakt door onze boswachters of mensen, medewerkers van het IVN. En dit laat zien in een nutshell de waarde van dat specifieke park. En het is ook te vinden op de websites www.ivn.nl, Nationale Parken. En een tweede onderdeel is om ook de kennis en het denken over de natuur te doen in een quiz. En dat is eigenlijk gebaseerd op al een idee wat jaren geleden in Engeland ontstaan is op de zogenaamde pubquiz. Waarbij je aan een bepaald thema een quiz verbindt. En dat is ook opgezet. En zo zijn er 50 vragen
die kunnen worden beantwoord om ook de kennis daarmee te verdiepen van de parken die wij hebben in Nederland. Ja, zijn dat dan moeilijke vragen? Nou, ik ben gisteravond even begonnen. Ik had er 17 van de 19 goed, maar toen viel het systeem even uit. Dus ik ga er verder mee. Maar de eerste vraag die ik net kreeg over de levenlastplaatsen, die had ik fout. Dus het is gewoon ook wel heel interessant om te kijken wat voor soort vragen er allemaal zijn. Het kan zijn over wat voor vogel zit er in het logo van bijvoorbeeld Weerhebbewiede. Of dat is een dier, toevallig. Maar in andere parken heb je weer vogels. En dat is gewoon heel interessant om je daarin te verdiepen en erover na te denken. En dat is ook altijd een van onze doelen. Dat ook educatie is gebonden aan de nationale parken die we hebben in Nederland. Ja, de lepelaarsplassen. We stelden net de vraag, hè, wat zijn dat voor dieren, nonnetjes? Nou, ik kan je vertellen, dat is een eend. En dat is best een mooi dier, ja. Hè, met de witte vacht en zwarte strepen erop. Dus dat is ook een vraag die voorbij komt bij die quiz die online te vinden is. Digitaal dit jaar door corona, maar eigenlijk is het maar beter ook, want het regent behoorlijk buiten. Nou ja, kijk, op zich is het niet verkeerd om een keer in de regen te lopen. Maar wat wel verkeerd is natuurlijk om met grote groepen te verzamelen in de natuur. En daar moet je gewoon op dit moment gewoon voor eigen bestwil en bestwil van anderen voorzichtig mee zijn. En daarom vind ik dit wel heel mooi dat je in feite op deze manier alle parken van Nederland kunt zien. En wat betreft de quiz, ik wil ook wel aanmoedigen om daar aan mee te doen. Het is gewoon echt wel ontzettend leuk. En wij stellen ook drie topprijzen beschikbaar. Dat houdt in dat degenen die het beste doen een privé-excursie krijgen door een nationale park van een boswachter of een medewerker van het IVN of een andere betrokkenen. Nou, wij gaan meedoen in ieder geval. Het klinkt hartstikke interessant op deze dag van het Nationale Park. Meneer Oosterveld van de organisatie, dank u wel voor uw tijd. En we gaan allemaal naar de website van IVN om die quiz te spelen.